Goedemorgen dames en heren, welkom bij weer een gloednieuwe vlog. Ik neem nog eventjes een outro op de dag erna eigenlijk, want ik was gisteren een outro vergeten op te nemen. Omdat ik door de dag gewoon mijn laptop dingetjes heb gedaan en niet veel gefilmd had eigenlijk. Dus de vlog gaat gewoon beginnen met ik die een andere outfit aan heb denk ik. Dus ja, sorry, maar hier alsnog dus een intro en geniet van de vlog, zou ik zeggen. Heel raar dit, maar nu komt gewoon de volgende shot. Zo jongens en meiden, ik heb even een ander outfitje aangedaan. Even een iets mooier en netter pul. Want geloof het of niet, maar ik ga gewoon uit eten met Boar Oma. Bo zelf is er niet, die is dus in Center Park dit weekend. Ik ga er morgen ook naartoe. Maar ik was zo net dus aan het helpen bij Boar Oma. En toen vroeg die, gaan we niet gewoon iets eten deze avond? Want die is ook gewoon niet graag alleen en zo. Dus ja, zei ik, tuurlijk, prima. Dus we hebben ergens in een iets tapasbar-achtig iets geboekt. Dus daar gaan we met z'n tweetjes eten. Super random dit, maar ja, het zal wel gezellig worden. Ik ken Bo ondertussen ook al 4 jaar, 4,5. En we zijn ook al 4,5 jaar samen. Dus ja, ik heb wel een hele goede band met Boar Oma en opa, die nu helaas wel al, wacht, volgens mij morgen 4 maanden geleden overleden is. Maar ik had echt een hele goede band met hun. De opa van Bo hielp mij ook altijd met video-ideeën voor de vlogs en zo. Zoals de 2500 bad-eentjes, de Lego-platen, dat waren allemaal ideeën van hem. En ja, die hielp altijd mee met de vlogs. Altijd leuke ideeën verzinnen. Dus ik had wel echt een goede band met hun. Nu nog steeds dus met Boar Oma. Dus ja, wordt vast wel gezellig. Ik ga nu de auto instappen en dan gaan we lekker tapas eten. Nou, daar zitten we mensen. We hebben al besteld, maar we zitten helemaal alleen. Kijk. Het komt, hè. Ja, denk je? We zitten helemaal alleen in deze zaak. Maar dat maakt niet uit, we hebben lekker eten, dus we gaan er lekker van genieten. Terug thuis mensen en even lekker gegeten dus, samen met Boar Oma. En check dit trouwens even, want het water is gewoon niet meer groen. Hoe nice is dit? Wel nog een beetje vuil op de bodem, maar het ziet er al gewoon terug mooi blauw kleurig uit. Dat is echt heel nice. Zeker als je nu met gras vergelijkt. Het is wel echt proper nu. Kijk eens, daar zijn ze weer hoor. Hey. Ja, de vogels trouwens ook mensen, die zijn er denk ik ook nog steeds, alleen, nee, ik dacht dat ik ze hoorde, maar het zijn ze niet. Alleen ik durf gewoon niet meer te kijken, ik heb schrik dat ik het te veel verstoor, dus ja, we zullen maar gewoon wachten. Binnenkort zal dat nest wel gewoon leeg zijn en dan zijn ze vliegen. Maar ik had hier eten gezet en zo te zien wordt er wel van gegeten, want het eten ligt helemaal verspreid hier. Maar goed mensen, ik ga me zo meteen weer even omkleden. Of ja, toch althans even een ander truitje aan, want het is iets te chic om weg te gaan zo meteen. Want zoals ik al zei, twee kameraden van mij hebben vandaag een evenement georganiseerd. Daar ga ik ook nog even naartoe. Samen met Gijs. Dus zet eens even gewoon een hoodie aan en gaan we daar eens even een kijkje nemen. Oké, jongens en meiden, we zijn aangekomen op het evenement van Kaan en Fabio. Hier achter ons gebeuren, check maar. Hier zo, hier binnen. We zijn al even binnen geweest, even een kijkje genomen. Hoe lang is het al bezig? Een half uurtje. Drie kwartier. Maar het duurt tot 4 uur. Dus toch nog even. En wij gaan dat hier natuurlijk afsluiten. Hè? Maar dan gaat hij ook nog draaien. Nee, ik ga wij gaan de laatste set draaien. Gijs en ik draaien het laatste half uur. Nee, is niet waar. Wow. Maar dan kunnen we gaan ontbijten. Ja, ik ben een beetje de socials aan het doen van State of Mind, het evenement. En we zijn gewoon aan het chillen. Lekker viben op de muziek. Feestje zit erop. Het is 4:30. Hier, dit hele ding is nog omgevallen gewoon tijdens die set. Kijk, hier stonden we net allemaal. Nu gaat iedereen naar huis. En wij ook. Wat? Een batterij. Nee, dank u. Hier ligt echt van alles. Holy shit. Hey, wat steek je daar weg? Wat steek je daar? Niks. Hey, veel fles mee. Onderweg. Besef maar, we sluiten heel die tent af. Oh, we zijn gewoon laatste buiten. Morgen werken. Op zondag. Kom naar huis. Nou mensen, we zijn thuis en de zon komt gewoon op. Check dan. Kan echt niet.
Ontbijtje. Kom ontbijten bij mij, is gezellig. Oei, misschien moeten we wel stil zijn voor de buren. Ik zie niks. Ik weet nog iets super grappig om te vertellen. Besef mensen. Ja, we waren dus op het evenement en opeens ligt Gijs daar gewoon te slapen in een stoel, kerel. De muziek stond daar fucking luid. Gij valt er gewoon in slaap. Ik ben moe, joh. Ik ga even slapen. Toen heeft Benjamin u wakker gemaakt. Ja. Benjamin, Die schrap. Ik kan echt niet, dus. Oh, maar kijk, de zon komt gewoon op, kerel. Kom, ik moet gaan slapen. Anders ja. Kan ik niet meer slapen. Slaap wel, hè. Nou, jongens en meiden, het is nu 5:30 in de ochtend. Het is al licht buiten, zoals jullie kunnen zien. Maar ondanks dat ga ik toch nog even wat slaap pakken. Misschien niet veel of niet lang, maar toch gewoon even iets. Evenement van State of Mind was trouwens weer dik geslaagd. Echt een dikke line-up. Goede sets gedraaid. Kaan en Fabio ook echt super trots. Dus... ja, het was gewoon super gezellig. Goed gevibed op de muziek. En nu zijn we weer thuis. 5:30 in de ochtend. Ik bedank jullie heel erg voor het kijken, dames en heren. Check zeker al mijn andere vlogs. Wow, wat zei ik allemaal. Vergeet ook niet te liken, te reageren en te abonneren. Dan zie ik jullie morgen om 5:00 in een gloednieuwe vlog. Binnen 2 of 3 uurtjes. Ciao.